Vind je dat mooi? Classy, Thalisa. Is dat je nieuw huisje? Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Ik ben net terug van de Primark. Ik ben snel naar het stad gegaan. Omdat vandaag is Freya haar feestje. Eerst ging ik niet door bepaalde omstandigheden. Maar nu ga ik dus wel. Dus dat betekende, ik had nog geen cadeau. Want ik dacht, dan kan ik dat volgende week geven. Als ze echt verjaart. En dat betekent dat ik nu wel een cadeau moest hebben. Dus ik ben nog snel een paar dingen gaan halen. Ik hoop dat ze het leuk gaat vinden. Ik vind het alleszins wel leuk wat ik heb gekocht. Ik ga die laten zien aan jullie. En dan ga ik ze ook inpakken. Ik heb dit binnenhuispak of pyjama. Wat je ook wilt. Van Mickey Mouse. En deze trui heeft een hoodie. Super schattig. Ik wou die voor mezelf ook kopen. Maar ik heb gezegd dat ik minder voor mezelf ga kopen. Dus heb ik het maar gelaten. Ik heb die dus. Dan heb ik dit. Oei, ik moet vallen. Oeps. Dit dekentje van Ior. Ik zal zien jullie het niet, maar het ziet er zo uit. Want Freya was vroeger heel grote fan van Winnie de Pooh en vooral van Ior. En die is echt super zacht en ik vond die zo schattig. Ik dacht, oké, die moet ik meenemen. Die is zo lief. Dan heb ik deze theemok, zo om uw thee of koffie warm te houden. Freya is geobsedeerd door olifanten, dus deze vond ik wel super cute. En dan heb ik nog als laatste een letterbord. Woehoe! Dus met een mooie rand er rond. Ik vind die mooi. Dus voor degenen die vroegen van waar ik mijn letterbord had. Mijn is niet van de Primark, maar mijn was van de Hema. Maar in de Primark hebben ze er dus ook. Hè. Met zo'n mooie rand. En dan heb ik nog blauw glitterpapier gekocht om ze in te pakken. Want ik heb alleen maar kerstinpakpapier. Dat zou een beetje raar zijn. Hè. No limit in the sky that I won't fight for you. Wie zit er in de zak? Wie zit er in de zak? Is het? Shelly! Een kat in de zak. Hey, is dat je nieuw huisje? Is dat je nieuw huisje? Later. Dat is leuk, hè? Echt? Ja, van die drie. Van die cadeautjes. Ja, maar van dit niet. Ja, dat is niet slim, hè? Ja, ik ga niet terug open doen. Hè. Ja, dan moet je toch terug open doen. Ja. Nee, jong. Laat dat toch zijn. Dat is voor vrij, ja. Die gaat dat toch niet zo erg. Nee. Maar je hebt veel cadeautjes. Hoeveel? 1, 2, 3, 4, 5. Oh ja. Wat? Ik zou zeggen, dat mag die nog niet zien, maar... Jawel, dan ga ik dat laten zien. Maar... Ik heb het al laten zien. Oké, dat is goed. Het ziet er chic uit, jong. Ja? Ja. Zou je het leuk vinden? Ik denk het wel, ja. Ik hoop het. Vind je mij leuk zo? Ja, heel leuk. Ja? Ja, ik vind het. En mijn mooie haren? Ja. Oké. Okay. Ik vind het ook mooi. No amount of tears in my eyes that I won't cry for you. With every breath that I take, I want you to share that air with me. There's no promise that I won't keep. I'll climb a mountain that's none too steep. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls. Ik voel me niet zo heel goed. Ik weet niet wat ik heb, maar ik heb echt buikpijn al de hele tijd. Maar oké, ik ga toch proberen om even te gaan. Classy, Thalisa. Classy. Oké, het kaartje van mijn blouse hangt er nog in. Trek eruit knippen. Dit is mijn outfit. Ik heb een geel hemdje aan. Wacht, ik ga dat hier ergens proberen te zetten. Hier.
geel hemdje. Oei, jullie zien het vuur. Ja, Milky, wat is er? Het is een geel hemdje. Mom jeans. De mom jeans is trouwens ook al uitverkocht, denk ik, op de site. Ik weet eigenlijk niet hoe ik mij echt voel over zo'n mom jeans. Want langs de ene kant vind ik dat wel mooi en langs de andere kant denk ik in mijn eigen... niet helemaal mijn ding, ik weet het niet. Allee, ik vind dat mooi als iemand anders dat aan heeft. Ja, ik spiegel mij daarin, hè. Ik weet niet of jullie dat zien. Maar ik vind dat dus mooi als iemand anders dat aan heeft. Maar bij mezelf weet ik het nooit heel goed. Hier zien jullie het beter. Dus dit is de broek. Een beetje te hoog getrokken. Zo. En dit is het hemdje. Het hemdje was van de Bershka. Ik weet niet als ik dat al had gezegd. Zo ziet de broek er van achteruit. Het ding is wel, in zo'n broek heb je precies echt meer een gat dan een andere broek. Maar ik weet niet als ik dit wil aandoen. Hè. Het lijkt zo niet mij om een of andere reden. Dit is met de zwarte broek. Dat is al zo wel meer mij. Zwart. Oh, ik denk toch dat ik even voor zwart ga. Oh, ik weet het niet. Hè. Keuzes, keuzes. Echt waar. First world problems en keuzes. Ja. Zal ik het toch maar op dit houden dan? Dit erin. Oké, ja. Ik ga voor dit, denk ik. Ik ga dit gaan aandoen. Nu nog schoenen. Oh, dat weet ik ook al niet, hè. Zal ik voor de witte sneakers gaan? Ja. Het zijn echt wel mijn favorietjes de laatste dagen. Oké, nu krijg ik het niet aan. Ik ga moeten gaan zitten. Het zijn echt wel mijn favoriete schoenen de laatste dagen. Oké, dus ik ga deze schoenen aandoen. Ook van Totally Too trouwens. En dan mijn zware bandje van Totally Too. En dan ga ik vertrekken. Ik weet niet, als ik iets ga filmen daar, ga ik zien. Trouwens, Sam is aan het draaien op Chump Square in Hasselt, zo dat trampolinepark. Moet naar het schijnt wel de moeite zijn. En ja, Sam draait gewoon soms nog eens voor zijn plezier, maar niet meer echt veel. Milks, ik heb niks. Ik denk altijd als ik in de keuken ben dat ik eten heb, maar ik heb geen eten. Ik ga een Mentosje nemen. Oh ja, dat kaartje. Nu zie ik dat weer hangen. Ja. Oké, voilà, het is eraf. Misschien tot zelfs en anders tot straks. Ja, hoe is het toren zo, hè? Moesten ze niet geloven? Ik heb het niet gekocht hier. Ik ben thuis, dus ik heb het al. Waarom, joh?
dat bleef wel. Ik ben terug thuis. Sam ligt al in bed ondertussen. Dus ik ga ook naar boven. Maar ik wou de comment of the day nog doen van vandaag. En de comment of the day vandaag is van Amber van Laren. En Amber zegt, de katjes zijn zo cute. Jullie zijn super. Ik wil altijd iets bestellen op de website, maar ben altijd te laat. Maar toch zijn jullie de beste. Super lief, Amber. Dank u wel. En van het bestellen op de website, er zijn wel meerdere die dat probleem hebben. Maar wij proberen altijd voldoende in te kopen. En er wordt ja, gewoon zoveel gekocht en zoveel verkocht. Waar wij niks aan kunnen doen. Wij proberen altijd in te schatten, zoals bij de joggings. Van oké, we willen deze jogging. We kopen er daar echt veel van. En wij denken dan, ja, we hebben nog nooit joggings op onze site verkocht. Dat zal wel niet zo snel weg zijn. Maar dan zijn die eigenlijk al na een uur uitverkocht. Ja, zoals ik al zei, we kunnen daar echt niks aan doen. En we proberen terug dingen in stok te zetten als we die kunnen bijbestellen en zo, maar dat gaat ook niet altijd. Maar we doen ons best. De enige tip die ik kan geven is, kijk naar onze social media, naar onze Instagram. @totallytoo is onze Instagram. En daarop zeggen we altijd van, oké, er is nieuwe collectie of er komt om zo laat die dag nieuwe collectie, zodat jullie zeker snel kunnen zijn. Dat is de enige tip die ik kan geven. Snel zijn en onze Instagram of Facebook in de gaten houden. Maar alleszins, dankjewel Amber voor de comment of the day. Ondertussen is Milky hier op mijn been komen zitten. Hey. En ja, ik ga me klaarmaken. En dan ga ik ook naar boven. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Doe zeker thumbs up. Vergeet ook zeker niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En wij zien jullie morgen.